9. Het is 7:15. Kijk, daar aan de overkant staan allemaal mensen in de rij voor de bus naar de Machu Picchu. Gisteren stonden wij daar ook. Maar nu lopen wij lekker buiten en gaan wij niet naar de Machu Picchu. Nu gaan wij eventjes ontbijten. Toch? Lekker buiten de deur ontbijten. Ja, dat vinden we altijd zo fijn. Ja, dat is gezellig. Bij Boulangerie Paris. Ja. Dus, nou ja. Het is maar zo'n klein stadje hier dat je wel... dacht ik, oh ja, die had ik gezien. Daar moet hij ongeveer zitten. Ja, precies. Ja. Dat je gewoon weet waar het is een beetje. Nou, dus daar lopen we nu eventjes naartoe. We hadden ontbeten. Het was medium, zou ik zeggen. Ja. Ja. En het is tijd om weg te gaan. We moeten 9:30 uitchecken. Het is 9:50. We moeten 10:00 de trein hebben. Dus gaan we met de trein terug. Ja. Wat denk jij van de treinreis? Ik denk dat het nu gewoon saai is. Ja, ik denk het ook. Omdat we het al gehad hebben natuurlijk. Ja, de heenweg ben je nog excited en nu weer gewoon alleen maar weer terug. Ja. Het is weer altijd zien. Gisteren is het bewolkt en regent het. Vandaag is het super lekker weer. Ja. Ik denk dat echt de Machu Picchu vandaag ook prachtig erbij ligt. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ja. Nou ja. De wolken waren ook bijzonder. We staan bij het station. Ja. We hebben een 360 graden trein staat. Dat is anders dan de heenweg volgens mij. Ik ben benieuwd. Ja, deze. At 10:32 a.m. with the final destination, Puyallup Tambo Station. We kindly request that passengers have passport and boarding pass in hand when boarding through the gate. Thank you for using IncaRail. Nee, hij is er nog niet. Het is heel erg, best wel leuk om met de trein in te gaan. Ja, vind ik ook. Het is heel wat anders. Ja. We zijn weer terug in Cusco. Het was op zich wel, de trein ging heel erg snel, maar de bus vond ik wel lang duren. Maar we zijn nu bij Greenhouse en dat is volgens mij een vegan restaurant in Cusco. En we hebben dit gekregen van het huis. Een broodje met huisgemaakte hummus. En ik heb falafel erop besteld en Brenny heeft wat tijd, dus we zijn nu heel erg benieuwd. En het is nu 3:00, maar we hebben alleen nog maar ontbeten. We gaan nu eigenlijk een soort lunch en avondeten in één. Dus dan maken we dus gewoon lekker terug naar het hotel en daar lekker een beetje gewoon nog rusten. Dus dat is wel fijn. Hier is de partij met een hele lekkere aardbeien, sap en jij hebt lekker wraps. Ja. Nou, we zijn al een tijdje in het hotel en ik had nog beloofd dat ik dat ging vertellen. Kijk. Als je wil weten wat het verschil is tussen een lama en een alpaca, dan heb ik een ezelsbruggetje voor je. Kijk, een lama is zo. Die heeft lange oren en een puntige kop. En een lange nek. Een alpaca, die is meer zo. Die heeft rondere oortjes en die heeft een boller gezichtje. En die is ook fluffier. Dus dat is het verschil tussen een lama en een alpaca. Dus dit is een lama en dit is een alpaca. Dus als je wil weten, als je ooit in Peru bent en je ziet in de wei een lama of een alpaca, dan weet je niet. Kijk, als die er zo uitziet, dan is het een lama. Zo is het een alpaca. Dus tot morgen. Valt het hotel nog? Ja, maar er zijn veel mieren. Oh ja, ik heb alle mieren langs de plint hier zo. Maar je moet altijd een 5 cent neerleggen. Ja, dat is waar. Koper. Nee. Maar muntjes zijn niet van koper. Oké, tot morgen. Tot morgen. Morgen is onze laatste dag in Cusco. Overmorgen vliegen we weer naar Lima. Zijn we daar nog een paar dagjes en dan gaan we naar Amerika. Dan gaat het grote avontuur beginnen. Ja, Ik ben heel erg benieuwd hoe streng de douane is van Amerika. Ja. Zeker omdat je van Zuid-Amerika naar gewoon Amerika gaat. Ja. Maar goed, dat gaan we vanzelf achterkomen. Ja, tot morgen. Tot morgen. Doeg! Doeg.